Het is ook ontzettend druk natuurlijk met mensen die nog lekker in de zon liggen. Die zullen wel een beetje last hebben van al die loslopende honden. Niet alleen veel mensen zijn dit weekend op Scheveningen te vinden. Ook een hele hoop honden genieten op het strand. Ik kwam eigenlijk gewoon even op het strand met de hond spelen. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen. Dat is hartstikke leuk. Allemaal hondjes. Goed voor de hond om te socialiseren. Wij genieten ook van de hond. Dus dat is ook leuk. De viervoeters zijn sinds 1 oktober weer welkom op het strand. En daarom is het evenement Honden aan Zee georganiseerd. Hoe vindt Bob het om weer op het strand te mogen? Oh, heerlijk. Ik vind het heerlijk. Hij is helemaal door Dolle heen. Lekker de zee in. Het is ook ontzettend druk natuurlijk met mensen die nog lekker in de zon liggen. Die zullen wel een beetje last hebben van al die loslopende honden. Maar het is een gekke zomer, hè? Wat heeft de hond gedaan op het strand? Hij heeft als een gek gerend. Allerlei honden leren kennen. Hij is voor het eerst onder geweest in de zee. Het is allemaal nieuw voor hem, dus dat is heel goed voor zijn ervaring, voor het socialiseren. Na alle inspanningen kan er op de boulevard ook nog wat geshopt worden, bij een van de stands met de hondenproducten. Vandaag is het voornamelijk de hondenpenningen die ik heel veel verkoop en zo nu en dan wat hondenspeelgoed. Wat is de grootste mand die jullie hebben? De grootste mand die ligt allemaal hier, laten we even meelopen. Dat is deze. Deze, en dan kan er eigenlijk een hond tot 45 kilo kan er heel goed in. Aan wat voor soort hond moeten we dan denken? Een Bouvier. We hebben zelf een Bouvier, die hangt hierboven op de foto. Duitse herder, Golden Retriever, dat soort honden. Hebben jullie al langs de kraampjes gekeken? Hebben we gedaan. We hebben al dingen gekocht. Nieuw voedsel meegenomen voor de hond. We hebben testjes gedaan. Ruiktestjes, hè? Niet met wiet. Eten, ja. Of die slim is met sneus. En kwam er nog iets bijzonders uit? Dat hij afgeleid was. Er kwam dus helemaal niks uit. Het is heerlijk weer, zoals je ziet. En de honden genieten ervan, de mensen genieten ervan. Het is hartstikke druk. Dus ja, wij genieten er zelf ook heel erg van.